Dat ging vroeger wel anders. Kwam er een wagen met rundvlees kwam voor en dan moest je bouwen van 120 kilo lopen. Dan pleeg je dus roofbouw op je lichaam. Vroeger hadden wij een groep van 12 man en ik denk dat er nog 3 man aan het werk zijn. En er zijn er dus wat overleden en de rest zit gewoon in de WO. Ja, gewoon versleten. Ik was 15 toen ik begon te werken, want ik had nog geen bomen. Dat kun je makkelijk onthouden. Vanaf mijn 21ste ben ik in het vlees gaan werken. Ik ben nu 65, dus dan heb ik al meer dan 50 jaar erop zitten. Met het nieuwe pensioenakkoord mag ik dus 1 januari stoppen, want ik hoor dus bij de zware beroepen. Het is alleen jammer dat het een jaar langer duurt dat ze dus eigenlijk toegezegd hadden. Als je goed gaat nadenken, dan denk je wel wat, nou, banaal gezegd, maar de klotenzooi. Kom op met dat geld. Ik ben al 65, dus ik kan er eigenlijk maar 3 maanden gebruik van maken. Maar je moet ook voor de andere mensen staan.